ik zeg dat hij niet kan. Er komen drie kannibalen in een restaurant. En na een blik op de menukaart bestelt de eerste kannibaal een gebakken Belg. De tweede die neemt een gestoofde neger. En de derde neemt een gegratineerde Marokkaan. Je moet het allemaal breed nemen, hè? Ja. Niet zo persoonlijk, allemaal niet dat je zegt, want hij kan echt niet namelijk. Ben ik aan begonnen. Aan het einde van het diner komt de ober natuurlijk met de rekening, zoals het in het restaurant gaat. Hij zegt, ja, wie had die gebakken Belg? Nou, ik zeg de eerste. Hij zegt, dat is dan €250. Wat? Zegt die kannibaal. Dat is duur voor een Belg. Hij zegt, ja, hij zegt, maar België is niet zo'n heel groot land, dus de Belgen die zijn nogal schaars geworden en daarom zijn ze duur. Nou, zegt hij, vooruit en die betaalt zijn rekening. Dan vraagt die ober, ja, en wie had die gestoofde neger? Ik, zegt de tweede kannibaal. Ja, €350. In wat, zegt die kannibaal? Dat is toch duurder dan die Belg? Ik kan er niet bepaald zeggen dat die schaars zijn. Die jongen is helemaal niet schaar, maar ik bedoel, ja, negroïde mensen zijn nogal snel en ja, je krijgt ze niet te pakken. Ze zijn ook nogal moeilijk in het vizier te krijgen, vandaar de prijs. Ja, vooruit zegt de tweede, die had ook zeggen. Hij kan niet, hè? De derde, die kijkt op als de ober hem tenslotte een rekening voorhoudt van €600. Al helemaal niet schaars. Je ziet ze echt overal. Zegt die over je, dat weet ik wel. Maar heb je er wel eens eentje geprobeerd schoon? Dat kan niet natuurlijk. Dit soort moppen niet opsturen. Nee, hier krijgen we gezeik mee. Dit soort moppen. Ik moest een keer een voorbeeld geven van een mop die niet kan. Die willen we ook niet meer in de e-mailbox hebben. Hij is ook niet grappig.